al groter wordende technische arbeidsveld heeft in de laatste jaren een ernstig tekort doen ontstaan aan academisch gevormde technici. De voortdurende uitbreiding van de Technische Hogeschool in Delft heeft langzamerhand een complete stad doen ontstaan. In de afgelopen jaren heeft ook het buitenland talloze malen de hulp en het advies ingeroepen van dit Delftse Centrum voor de Techniek. In het Kunststoffen en Rubberinstituut in Delft wordt op industriële schaal onderzoek. Zo werd in het Haringvliet een reusachtig sluizencomplex gebouwd dat het hart zou vormen van de afsluitdam. Uiteraard is ook deze constructie in het waterloopkundig laboratorium aan uitvoerige proeven onderworpen. Hier zal Wubbo Ockels met zijn mederuimtevaarders bijna 80 wetenschappelijke experimenten uitvoeren. En in deze tijd is er een hernieuwde belangstelling voor windenergie. In verschillende vormen komen er weer windmolens die gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit. De grootste bron van energie die we kennen is de zon. Maar het is nog steeds een probleem om die energie volledig te benutten.